Ja, voor het aantal bezoekers die in de straat maar gelopen. Er moet een vrije doorgang blijven in een doodlopende straat. Ja, er moeten verkeersregelaars komen, professionele verkeersregelaars, professionele beveiligers. Deze straat heeft een eigen buurtvereniging. En dan over alle heufjes open. En op al die heufjes waar gaat het doen. En in het begin, de eerste twee, drie, zijn dat allemaal de oude beroepen geweest, zoals boekbinders en kantklussers en dat soort zaken. Ja, dan of kunst of muziek, de fanfare speelt, muziekgezelschap spelen, dus dans, gaat met schilderijen. Dus het is eigenlijk allemaal de cultuur wat dan in die beleidsnota staat, kunt die in kleiner veuren. Maar sinds een jaar of vijf bestaat het hufkestreffen niet meer tot verdriet van de mensen in de straat. Wat overblijft zijn de grote evenementen zoals het Oktoberfeest. En het Sint-Rosa Festival. De gemeente Sittard-Geleen kijkt bij de aanvraag voor vergunning of het gaat om een A, B of C evenement. Een A evenement kent een laag risico, een C een hoog risico. We pakken er een voorbeeld bij, de jaarlijkse carnavalsoptocht, dat is een C evenement. En dus geldt onder meer dat er een veiligheidsplan moet komen met professionele beveiligers en professionele hulpdiensten. Alleen al de aanvraag van deze vergunning neemt 100 uur tijd in beslag. Voor de verzekering moet €6.000 worden betaald. En de 10 professionele beveiligers kosten ieder ruim €40 per uur. Terug naar de wijk Leijenbroek in Sittard. Daar hopen ze nog steeds dat het hufkestreffen ooit weer terugkomt. Ja, we hopen het wel van harte. Maar het zal eigenlijk aan de gemeente liggen, aan de vergunningverleners. Wie die ermee omgaan. En wat moet er gebeuren? Simpeler, sneller, veel minder druk, veel minder regels. Beveiligd is beveiligd. En als dat hele dure profs moeten zijn, is het niet meer te doen. Dat zit me echt pijn, joh. Want dat is toch het Limburgse leven. Gewoon in het dorp, op een schuur of een gaalbad. Of op een ploegwedstrijd of een trekkerwedstrijd, om de boeren begrippen te blijven. Daar treffen de mensen zich. En ja, als dat gewoon niet meer georganiseerd kan worden door die regels. Ja, dat is dat gewoon een heel groot verlies. Is bijna niet meer te doen? Nee, dat is bijna niet te doen, nee.